En toen hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan een wensenlijst maken. Die hebben we ook daadwerkelijk gemaakt, ieder van elkaar apart. Wat wil je echt vanuit je hart? Het is ook sneller gegaan dan dat we zelf dachten. Want we dachten, nou, dit is wel een proces van 3 jaar of misschien wel van 5 jaar. Nederlandse gehaast van opschieten. Nou, ik denk dat ik dat binnen 1 week al wel had afgeleerd. En toch dat mediterrane leven, daar heb ik altijd wel een hang naar gehad. Portugal is natuurlijk toch een land, en het zijn trouwens alle zuidelijke landen, brandgevoelig. En we hebben al 2 branden meegemaakt. Het is de energie van het land, van de mensen. Take the best of both worlds, dacht ik. Het universum communiceert met ons via nummers eigenlijk. Hè? Wat ik nooit had verwacht, dat ik veel meer in het nu kan leven. Me veel minder druk maken over dingen. Bom dia vanuit Portugal, vanuit het prachtige plaatje Vias de Beira. Welkom, of eigenlijk dank je wel voor de gastvrijheid. We hebben net een heerlijke lunch gehad. 4 maanden geleden zaten we hier ook. Op de weg dat wij naar Portugal reden, naar de Algarve, zijn we via Maaike en Lides gegaan. Ja, onze eerste ontmoeting. En mooi om te zien dat we elkaar nu 4 maanden later weer treffen. Deze aflevering kunnen opnemen. Ja, heel erg leuk. Ik vind het ontzettend leuk dat je me daarvoor vraagt. Ik ben er helemaal enthousiast van. Ik ben er helemaal warm van. En zeker over het onderwerp. Ja. Want dat is mijn leven en waar ik enthousiast over ben. Ik zal je eerst nog even voorstellen aan de luisteraar. Maaike, je bent getrouwd met Lides. 10 jaar geleden geëmigreerd vanuit Nederland naar Portugal. Gelijk eigenlijk hier. Hè? Jullie zagen deze plek en dachten gelijk, wauw, dit is het. Maar daar komen we misschien later op. Je doet prachtig werk met energiewerk, waaronder acupunctuur, numerologie. Ja, ik werk met kwantumfysica en frequenties en soundhealing. Ja. Ja, prachtig. Ja, misschien wel mooi om te beginnen met hoe zijn jullie hier terechtgekomen in dit dorpje? Het is niet per se het eerste plek waar je aan denkt. Ik denk dat heel veel Nederlanders als eerste denken aan de Algarve. Ja, dat denk ik ook. Dat Portugal denkt men meteen aan de Algarve. Om te beginnen, het heeft natuurlijk een aanloop gehad om naar Portugal te gaan. Het is niet zo van, oh, we gaan naar Portugal, we gaan hier zitten. Zo is het niet gegaan. Dus het is een proces, denk ik, dat het net voor heel veel mensen een proces is. En we hebben ook gekeken in Ierland. En maar Ierland is natuurlijk toch koud. En ik hou wel heel erg van de zon en van de warmte. En Portugal was ik al geweest en dat had ook echt mijn hart. Echt een prachtig land. Spanje was voor mij een tweede keus. En dan kun je nog kijken naar Italië of Griekenland. Maar Griekenland wilde ik niet. Te ver weg weer met eilanden. Dus dat was het voor mij niet. En we hebben ook eerst geografisch gekeken. Gewoon op de landkaart. Gewoon heel, heel simpel. Van wat is geografisch en zou een goed gebied zijn? En ik woon dus in Midden-Portugal, vlakbij de Serra de Estrela. Dat is het hoogste gebergte van Portugal. En het is nog een heel mooi natuurgebied. Het is nog onontgonnen. Het is dus niet zo toeristisch eigenlijk als de Algarve, toch al wel weer is. En we hebben ook gewoon heel simpel gekeken van, oké, het is ongeveer dit gebied, hè, 2 uur van Porto voor vliegtuigen, 3 uur van Lissabon, ook eventueel voor vliegtuigen. We zitten een uurtje van de bergen, maar we zitten ook een uur van de zee. En de 2 steden die het dichtstbij zijn, dus dat wat jij al noemde, Coimbra en Viseu, dat is een 3 kwartier of een uurtje rijden. En we zitten ook eigenlijk een dik uur van Spanje. Dus je hebt eigenlijk stad, zee, vliegvelden, cultuur, natuur heb je eigenlijk zo binnen, nou ja, zeg maar 1, 2, 3 uur. Zo hebben we eigenlijk gekeken. Ja. En toen hebben we in dit gebied zijn we gaan zoeken eigenlijk naar huizen. Maar dat was natuurlijk best wel moeilijk, want ja, wat wil je dan? En toen hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan een wensenlijst maken. Die hebben we ook daadwerkelijk gemaakt, ieder van elkaar apart. En gewoon wensen op zo'n manier dat je niet denk van, oh, maar dat zou niet kunnen. Of daar hebben we geen geld voor. Maar gewoon, wat wil je echt vanuit je hart? Ja. Nou ja, Lides had een hele lijst gemaakt en ik had een lijst. Die hebben jullie los van elkaar? Los van elkaar gemaakt, ja. En die zouden we dan bij elkaar voegen. En er waren ook wel heel veel overeenkomsten, hoor. Zo is het ook niet. Maar dat wilden we allebei trouwens. We wilden niet
in een dorp, maar we wilden ook niet echt in the middle of nowhere zitten. Maar we wilden een beetje de rugdekking van een dorp hebben. En dus dat waren allemaal wensen. En ik wilde graag een huis met heel veel ramen en veel licht. Nou, dat is echt moeilijk in Portugal. Want dan heb je altijd huizen met kleine raampjes vanwege de zon natuurlijk. Ja. En ik wilde wel grond, maar ook weer niet te veel. Dus ongeveer maximaal een hectare. En ik had ook wel nagedacht over watervoorziening en dat soort dingen. En dat het goed bereikbaar moest zijn met een auto. Want dat is in Portugal ook nog altijd wel soms een dingetje. Ja. Hadden jullie al voor dit lijstje al heel erg onderzoek gedaan naar het land? Of wat belangrijk is om op te letten als nee, je helemaal gaat nog wonen? Niet nee. Echt onderzoek naar het land. Want dat was echt vanuit... het wensenlijstje was echt... Hoe wil je wonen? Ja. En Portugal was eigenlijk wel nummer 1, maar het zou natuurlijk ook nog wel Ierland of Spanje of misschien nog wel echt een ander land kunnen zijn. En ik had ook nog één wens. En dat was dat ik elke avond de zonsondergang wilde zien. Dus uitzicht op het westen. Ja. En uitzicht hebben, maar toch niet gezien worden vanuit anderen. Dus ja, best wel ingewikkelde wensenlijstje. En Lieders had ook nog wat van die dingen. En bij elkaar kwam het op zich redelijk overeen. Nou, toen zijn we gewoon eigenlijk, nadat we die geografische bepaling hadden gedaan van eigenlijk Midden-Portugal en onze wensenlijst, zijn we eigenlijk op internet gaan zoeken naar huizen. En dat was 10 jaar geleden nog wel veel makkelijker dan dat het nu is. Dat moet ik er gewoon wel bij zeggen. Het is echt een andere tijd. Het was echt een andere tijd. Het was toen echt een tijd voor kopers en er was heel veel keus. En, dus toen hadden we gewoon heel veel, wat ons wat leek, hadden we gewoon allemaal opgeschreven. En ze hebben gewoon een makelaar, toevallig in Tabewa, waar jullie nu zitten, een Nederlandse makelaarster. En daar hebben we een afspraak mee gemaakt. En gezegd dat we die huizen wilden bekijken. En dit huis was het derde huis wat we hadden bekeken. En ja, we waren flabbergasted, we waren gewoon sprakeloos. En ik zei op een gegeven moment, toen we hier zo rondkeken, zei ik tegen Lieders, volgens mij is dit 90% echt van ons wensenlijstje. En Lieders was ook helemaal stil en die zei, nee, het is geen 90%, het is 100%. Wauw. Want kijk maar, daar is het westen en daar heb je je zonsondergang. En ik dacht, wow, zeg, weet je wel, want dat was voor mij zo'n... Ja. Het is nu geen... Ja, het is nog steeds mijn droom, maar ik zie het elke dag. Maar het was toen zo'n droom om dan elke dag echt die zon onder te zien gaan. En toen zei hij, nee, dat is hier precies zo. En toen was het best wel een beetje eng, want toen dachten we, we hebben ons wenslijstje. En nu en staat nu? Onze wens, maar wat ga je nu doen? Wat ga je nu doen dan? Ja. En het was ook nog wel een beetje in een beginfase dat we hadden onze kinderen, ja, die wisten wel dat we een beetje aan het zoeken waren, maar die wisten niet of we heel serieus waren. Of, ja, want jullie hebben 4 kinderen. Ja, zijn een samengesteld gezin, we hebben samen 4 meiden. Ja. Hoe oud waren die? Toen was de jongste 18. Ah, ja. Ja, dus ze waren allemaal net uit huis. Ja. Dus toen konden we ook wel makkelijker... Hebben jullie daar ook op gewacht? Nee, het is eigenlijk vanzelf organisch zo gelopen. Ja. Ja, we hebben niet al lang opgewacht of zo. Het was eigenlijk vanzelf zo gegaan. En we wisten ook, het is ook sneller gegaan dan dat we zelf dachten. Want we dachten, nou, dit is wel een proces van 3 jaar of misschien wel van 5 jaar. Maar uiteindelijk waren we hier in juni. En in oktober zijn we verhuisd. Wauw. Dus dat is heel snel gegaan. Ja. 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 Want ik ben ook wel een beetje Hollands. En dan mijn idee is altijd van, nou, we moeten eerst maar eens even over nadenken. Misschien moeten we even terug naar Nederland. Ja. En even voelen of het nog klopt. En toen zei Lieders van, en wat zou er nou gebeuren als iemand anders het huis zou kopen? Ik schrok. Ik denk, nou, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Zegt hij, ja, waarom wil je dan eigenlijk terug naar huis om erover na te denken? Want je hebt nu het antwoord gegeven. Dus laten we het maar gewoon maar gaan kopen. Ja. En laten we het maar in gang gaan zetten. In Portugal gaat het altijd eerst via een advocaat en dan via een notaris. Dus we hebben eigenlijk gelijk besloten van we kopen het. En we hebben het gelijk geregeld. En toen zijn we... Dus moet je eerst eigenlijk regelen met een advocaat en dan even wachten. Het zijn wat van die regels. En toen zijn we naar huis gegaan en aan de kinderen verteld van, nou ja, we hebben een huis gekocht en we gaan verhuizen. Ja. En wat was hun reactie?
Verschillend. Ze vonden het wel een beetje moeilijk. Ja. Zo van, oh, maar dat gaat wel heel snel, weet je wel. Ja. En, want jullie zitten in het proces, jullie staan hier, ja. Je ziet het huis. Ja. En, ja. Ja, voor hen is het natuurlijk, papa en mam, die zijn naar Portugal en zijn een beetje aan het rondkijken. Maar het zal niet zo snel lopen. Ja, dat dachten ze inderdaad. Dus toen we terugkwamen van, nou ja, we hebben het gekocht, dan moesten we even aan het idee wennen. Maar dat is later eigenlijk heel goed gegaan, maar dat komen we misschien straks nog wel even op. En toen hebben we in augustus zijn we teruggekomen om het dus notarieel over te dragen. En toen hebben we met van degene waar wie we het gekocht hebben afgesproken dat ze hier nog even konden wonen. En dat zij ook rustig konden verhuizen en dat wij de verhuizing in Nederland in orde konden maken. En toen waren we hier 1 oktober. En jullie hadden ook het hele proces, dat ging vloeiend? Of het is best wel, waren jullie de juiste mensen om jullie te begeleiden, zoals notaris, advocaat? Of? Ja, we hadden een hele goede makelaarster. Ja. En die had het hele proces begeleid met de advocaat en de notaris en de bank, zeg maar. Dus dat was helemaal begeleid. En er is een rijen vrachtwagens, zeg maar, van Portugal naar Nederland met vol. Ja. Met schoenen met name. En dan komen ze leeg terug en dan vinden ze het fijn om bijvoorbeeld verhuisspullen mee te nemen. Hè? Dus die zijn er allemaal. Dus dat hadden we vanuit Nederland geregeld. Ja. Dus hadden we de boel ingepakt, in de verhuiswagen geknald. En gaan. Ja. Wow. Ja. Wow. En we hadden gelukkig een huurhuis, dus dat konden we per maand opzeggen. Dus dat was heel fijn dat we niet nog een huis hoefden te verkopen. Ja. Dus dat was wel een voordeel. Ja, en we zijn hier gewoon neergestreken. Ja, want dan sta je hier. En dan sta je hier. In een dorpje. Want het is wel wij voelen het hier. Het is prachtig. Jullie hebben ook wel echt een unieke plek te pakken, denk ik. Want je kijkt inderdaad. Jullie zitten bijna op een heuvel, hè, bovenop op een berg. Je hebt echt bijna 360 graden prachtig uitzicht. Je ziet inderdaad mooi de zon ondergaan. Je bent echt wel in een Portugees dorpje. Niemand spreekt hier bijna Engels. Het is echt. Ja, hoe en dan sta je dat? Daar. Ja. Ja, ik vond het, als ik er zo nog aan terugkijk, ik vond het heel spannend. Ik vond het ook heel leuk, een schoolreisjesgevoel. Oh ja. Zo van spannend en ook meteen van, oh ja, ik wil de taal leren en ik wil integreren en ik wil dit en ik wil dat. Ja. En wat denk ik een hele goede set is geweest, dat heb ik intuïtief gevoeld, dat we tegen elkaar hadden gezegd, we gaan meteen in het ritme van de Portugezen. Portugezen eten 's middags warm. Hè, de hoofdmaaltijd is 's middags. In Portugees almoço. En dan is ook alles dicht. Dan is ook niemand en niks te bereiken. Dus dan kun je beter maar met het ritme meegaan. Ja. En dus dat hebben we eigenlijk gelijk gedaan. Dat hadden we. Dus we hebben wel in één keer een behoorlijke switch gemaakt van Nederland naar Portugal qua ritme, qua slaapritme, qua eetritme, dat soort dingen. Ook het echt gelijk het rustigere levensritme? Want dat is wat ik gelijk heel erg voel toen we hier aankwamen. Dat het veel op een rustigere tempo is. Ja. Minder het gejaag, minder het. Ja. Ja, het zal wel moeten. Ja. Want Portugezen laten zich niet opjagen. Om een voorbeeld te geven. Ik wilde even een kaartje sturen natuurlijk naar iemand. En een postzegel kopen. En in je Nederlandse ritme denk je, hup, even snel naar binnen. Postzegel kopen, wegwezen. Ja. Maar dat werkt hier niet zo. Want iedereen staat dan netjes in de rij te wachten. En iedereen staat met elkaar te praten. En met de postmensen te praten. En dan denk je, oh, schiet op. Want ik hoef alleen maar een postzegel. Maar dat leer je heel snel af hier. Ja. Want je bereikt er niks mee. En dat hele Nederlandse gehaast van opschieten. Nou, ik denk dat ik dat binnen 1 week al wel had afgeleerd. Ja. En de kunst is ook om het dan om te draaien. Dacht ik, oh ja, maar ik kan ook luisteren naar de mensen. Kijken of ik wat kan opvangen van de taal. Of ik al wat kan leren van de taal, van de gewoontes, van de gebruiken. Wow. Dus toen ben ik dat heel snel, die mindset heb ik omgezet. Was dat ook een wens van jullie om helemaal direct te integreren in Portugal? Dus ook echt de taal, de mentaliteit met de mensen. Ja. Want wat je ook natuurlijk heel veel ziet, is dat mensen gaan emigreren en echt een beetje in een soort van bubbel leven. Ja, dat zie je heel veel. Dat mensen dus naar bijvoorbeeld Nederlands, naar een Nederlandse community trekken of Engelsen naar de Engelse community. En wij hadden gelijk al tegen elkaar gezegd, dat is niet waarvoor we eigenlijk naar Portugal gaan. We wilden dus echt integreren. Ja. En ook bijvoorbeeld
Nou, we willen zelfvoorzienend wonen, of zoveel mogelijk. Dus ik wilde ook de tuin opzetten en al die dingen. Maar ja, hoe doe je dat ook hier? En toen dacht ik, oh ja, weet je hoe je dat doet? Dus je gaat gewoon kijken naar hoe de mensen het hier doen. Oh ja. En gewoon ook vragen en kijken wanneer planten ze bijvoorbeeld aardappelen, of wanneer snoeien ze olijven, of wanneer is de olijvenpluk, of hoe gaat dat, weet je wel? Ja. Dus dat je gewoon eigenlijk kijkt en gelijk wat woorden leert, dat je gelijk wat beetje kan communiceren. Ja, ja, want ik voel allemaal vragen binnenkomen, maar sowieso wat je al net zei van, daarvoor ben je niet naar Portugal gegaan. Wat is voor jou wel de reden om naar Portugal te gaan? Voor mij was echt natuur. Natuur is nummer één. Dat ik echt heel veel natuur om me heen had. En in Nederland wonen, zelfvoorzienend wonen met een hectare grond is natuurlijk best wel heel lastig. Is ook heel duur en ook heel lastig. En ook qua weer. Dus echt qua weer en qua natuur was voor mij wel heel een heel belangrijk iets. En ik ben zelf niet geboren in Nederland. Ik ben ook geboren in Bahrein, Awali Bahrein. Dat is bij de Arabische Golf. En zijn we later naar Tripoli gegaan. Dus dat is eigenlijk ook Middellandse Zee. Ja. En toch dat mediterrane leven, daar heb ik altijd wel een hang naar gehad. Ik ben in Nederland gekomen, toen was ik 1 jaar of 8. En het was in een hele koude winter. Mm. En mijn moeder had zoiets van, jullie moeten afharden. Dus we werden echt de sneeuw en de kou ingedonderd. En toen dacht ik al, dit is niks voor mij. Dus er was altijd wel blijven hangen. Maar goed, je gaat naar school, op een gegeven moment ga je studeren. Ja. Weet je, je krijgt kinderen en ja, dan vaagt dat een beetje weg. En op het moment dat de kinderen zover zijn dat ze op hunzelf zijn of waren, dacht ik, ja, en wat wil ik nu echt, weet je wel? En dat bleef trekken, ja. En hoe voelde het dan voor jou om dan hier te gaan wonen? Te integreren met de Portugezen? Ja, vond ik een uitdaging, vond ik geweldig. Ja, ik vind Portugese mensen zijn zulke lieve mensen. Zijn zo rustig. Ik heb zo'n respect ook voor de mensen, de manier van leven. En ik ben vrij snel toch in die taal gedoken. En wat het voordeel is geweest voor mij, is dat, omdat ik ook acupunctuur geef, vanuit het dorp kwam de vraag van, zou je acupunctuur bij ons willen doen? Ik dacht, oh, dat kan ik niet, want ik kan de taal niet. Ik kan niet helemaal. En hoe moet dat dan? En moet ik een anamnese afnemen? En hoe moet het dan allemaal? En toen dacht ik, ja, fuck it, ga het gewoon doen. En dus toen kwamen al snel de eerste mensen. En toen had ik ook gewoon een lijstje gemaakt van, wat is een arm, wat is een been? En wat is pijn? En wat is dit? En wat is dat? En dan had ik zo'n lijstje nog voor me liggen. En dan spiekte ik zo'n beetje en dan vroeg ik maar wat. En natuurlijk ook een stukje intuïtie en natuurlijk je ervaring, dat je weet wat je moet doen. En mensen gingen hele verhalen vertellen waarvan ik waarschijnlijk op het goede moment ja knikte of nee knikte, nee schudde. En dat is eigenlijk altijd wel goed gegaan. En ik heb ook heel vaak iets niet meegekregen, maar ik dacht, nou ja, als het belangrijk is voor de behandeling, dan vraag ik nog wel verder of dan kijken we wel. Ja. En ik heb op die manier ook heel goed de taal geleerd. Gewoon door het doen. Doen en fouten maken. Want die mindset hoor ik wel heel erg bij jou. Kijk hoe anderen het doen. Ja. En ga het zelf doen. Ja. Of kijk, dat je continu bezig bent om, om het zelf te kunnen doen. Ja, en ook fouten durven maken. Want wat ik dan omheen zie bij Nederlanders die dan hier komen en de taal willen leren, willen het eigenlijk eerst perfect spreken voordat ze gaan spreken. Ja. Maar je kan beter zeg maar met 3 woorden beginnen en iets aanwijzen en er humor van maken. En dan hoor je wel van de Portugezen van, oh ja, maar dan dit of dat. Hè? Ja. En ik leer nog steeds. Ik spreek de taal ook niet perfect. Nee. Want het is een hele moeilijke taal. Ja, ja. Het is echt een lastige taal, maar ik kan wel allerlei dingen regelen en ik kan echt goed uit de voeten. Maar ik leer nog steeds dingetjes en woorden en En ik denk dat je ook wel die mindset nodig hebt. En jullie hebben ook de nodige obstakels gehad. En de nodige, portie ellende, zeg maar. Dat het niet alleen maar roze geur en maneschijn is het emigreren. Wat ook veel gedacht wordt van, lekker naar het zonnige Portugal. Ja. En dan zijn alle problemen opgelost. En dan kunnen we lekker in de zon zitten en that's it. Nee, Portugal heeft natuurlijk, alles heeft voor- en nadelen. Elk land heeft voor- en nadelen.
Portugal is natuurlijk toch een land, en het zijn trouwens alle zuidelijke landen, Spanje ook, Italië ook, Griekenland ook, brandgevoelig. En we hebben al 2 branden meegemaakt. Ja. Ja. En dat is niet niks. Om eerste brand in 2017... Dat is sowieso al eigenlijk toch een onmenselijk gedacht. Dat is je 2 keer een huis. Ja. 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 Nee, ja. Dat is echt een obstakel. En het grappige is, bij de eerste brand zeiden heel veel mensen uit Nederland, vrienden en familie, van nou, dan komen jullie zeker wel terug. Mm. En wij hadden zoiets van, nee, we houden zo van dit land, we bouwen het weer op. We gaan niet terug. Ja. En dan de tweede brand zeiden mensen, nou, nu is het toch wel heel erg zeker dat je weer terugkomt. Nee. We zijn hier niet weg te slaan. Nee, we zijn hier niet weg te slaan. Wat houdt jullie dan zo ontzettend hier? Het is de energie hier. Het is de energie van het land, van de mensen. Waar ik me ontzettend fijn in voel ook. Ja. Portugal is ook echt een stenen land. Nederland is een waterland. Ik voel mezelf niet zo fijn in een waterland. Mm. En hier heb je het graniet en het kristal wat hier allemaal is. Het is zo'n speciale energie. Geldt dat voor heel Portugal? Is dat bijvoorbeeld ook voor de... Voor het noorden kan ik me voorstellen, maar ook voor het zuiden? Nee, zuiden heeft een andere energie. Heb je niet zoveel dat graniet, hè? Ik denk al wat meer hoewel... Ja, het is wat meer rotsiger. Het is meer rotsiger. Het is niet echt graniet. En je hebt hier verderop, heb je ook weer een leisteengebied. Ja, dus je hebt verschillende gebieden in Portugal en verschillende energieën. Ja. Maar ik voel me heel... Ja, het is een oud Keltisch gebied ook. Het is een heel oud stukje Europa. Het heeft heel veel geschiedenis. Ja, het is qua natuur heel... afwisselend en mooi, qua cultuur. Ja. Portugal heeft een hele mooie, lange cultuur. Het heeft er al bijvoorbeeld 600 jaar een koningshuis gehad. En wij hebben maar 200 jaar een koningshuis of zoiets gehad. En jullie hebben ook wel echt alles aan gedaan om dat natuur echt helemaal tot aan jullie woning naar binnen te trekken. Hè? Onder andere een labyrinth buiten. Aangelegd. Ja. Prachtige moestuin. Ja. Ja, fruitbomen aangelegd. Ja. En we hebben niet zo het land zoals het nu is, zoals jij het nu ziet. Nee. Zo hebben wij het niet gekocht, hoor. We hebben het niet aangetroffen. We hebben wel door het land heen moeten kijken. En dat hadden we ook gedaan, want we voelden de plek. Maar het stond vol met bijvoorbeeld mimosa-bomen. En dat wil je gewoon niet. Oh, het is ook niet voor brand, maar het is ook niet iets waar je tussen wil wonen. Dus je bent er echt op gevoel uitgekomen. Ja, en we hebben echt het land behoorlijk ontgonnen en bomen geplant en dingen aangelegd. En het helemaal zoals we het zouden willen hebben het gemaakt. Ja, ja, want dit huis waar we nu zitten, dat hebben jullie echt helemaal van scratch of aan helemaal opgebouwd. Ja. Ja. Ja, we hebben het zo gekocht. En het is verbrand en het is weer hetzelfde weer nagemaakt. Ja. Ja. Was het ook hetzelfde grootte? Exact hetzelfde grote maten, hetzelfde huis. Ja. Ja. Het is inderdaad prachtig met hoge ramen, wat je al zei op je wensenlijstje. Heel veel licht. Ja. Ja. Je voelt ook echt de energie hier. Ja. Ja, en we hebben ook veel... voor de coronatijd kwamen hier mensen voor trainingen. Gaven trainingen op het gebied van communicatie en energiewerk. Kwamen mensen hier voor 3 dagen. En het is echt waar, bij alle mensen die hier kwamen, die kwamen echt gestrest aan natuurlijk vanuit de reis, vanuit het Nederlandse leven. En dan hier in de totale rust en in de frequenties van het graniet en de natuur. En mensen in 3 dagen zie je zo veranderen. En er zijn echt bijna allemaal mensen hebben gezegd, ik wil niet meer terug. Ik wil gewoon niet meer terug. Ik snap dat jullie hier blijven, ja. En... het verschilt zeg maar tussen de hectiek toch van Nederland en überhaupt van een noordelijk Europees land. En de way of living in een Zuid-Europees land is toch wel gewoon behoorlijk verschillend. Wat is voor jou een van de grootste verschillen? Of wat je gewoon enorm voelt tussen Nederland en... De rust. De rust. Ja. Maar het heeft ook nadelen, weet je. Ja. Alles heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. Want je kan ook soms wel heel lang moeten wachten op iets. Ja. dan word ik ook wel eens Nederlands ongeduldig. Ja. Alhoewel je, hoe langer je hier woont, hoe meer je in het ritme voegt. En dat ik nu een paar weken op iets moet wachten, het is zo, weet je wel. Ja, je doet er niks aan. Nee. Maar als je dat met je Nederlandse mindset gaat bekijken, dan kun je ook wel... beetje gestrest worden, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het went vanzelf. En maar natuurlijk, alles heeft voor- en heeft nadelen. Ja. Maar de nadelen van Portugal en het wonen hier wegen bij lange na niet op
tegen de voordelen. Nee. Dus zelfs als je huis 2 keer wordt afgebrand, krijg je niet het gevoel, ik wil terug naar Nederland. Nee. Nou, daar hou je echt van deze plek. Ja. Je gaf net al aan, je bent uiteindelijk acupunctuur gaan doen hier voor de mensen in dit dorp, van de directe omgeving. Je had ook in Nederland een acupunctuurpraktijk. Waren er meer zaken die jullie echt in Nederland moesten afronden om deze stap te kunnen zetten? Of waren jullie eigenlijk al zo vrij als een vogel in Nederland en konden jullie vrij makkelijk qua werk de switch maken? Nou, hoe we het begin hebben gedaan, want dat was mijn idee van... ik had nog een praktijk in Nederland, in Apeldoorn. Dacht ik, take the best of both worlds, dacht ik. Ik ga gewoon lekker 1 week per maand terug naar Nederland en dan ga ik heel hard werken en dan ga ik weer 3 weken in Portugal zitten. En dat heb ik denk ik misschien wel bijna 2 jaar gedaan. Maar dat verzin je dan in je hoofd. En in je hoofd lijkt dat dan een goede oplossing of een leuke oplossing. Maar dat werkte in de praktijk helemaal niet. Zeker naarmate ik de tijd verstreek, werd het steeds moeilijker. Want voordat je weggaat, je denkt een week, maar voordat je weggaat moet je hier dingen afronden. Je bent met inpakken bezig, je moet je reis regelen, bla 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 allemaal. In Nederland heel hard werken. En dan weer terug en dan moet je weer bijkomen. En eigenlijk kom je niet in allebei de landen meer. Dus ik was eigenlijk een soort van, zo ontheemd, weet je wel. Van ik kom niet in Portugal en ik kom niet hier. Nee. En ik heb het bijna 2 jaar gedaan, maar op een gegeven moment kwam ik steeds ziek terug. Ik dacht, ik kon het verschil ook bijna niet meer. Het lukte gewoon niet. En dat hebben meer mensen die hetzelfde idee hadden. Van, oké, dan doen we allebei. En je hoort van iedereen dat dat eigenlijk bijna niet lukt. Het heen en weer vliegen en het in beide landen werken. Dus toen ben ik daarmee gestopt en hier nog harder aangetrokken, zeg maar, aan de praktijk. En er wonen hier natuurlijk ook veel... mensen, buitenlanders, zeg maar, uit Noord-Europa, Engelsen, Duitsers, Belgen, Nederlanders. En die komen ook in de praktijk. Dus toen heb ik eigenlijk al mijn energie gezet op het werken hier. Ja. En later is natuurlijk nog steeds meer het online werken. Ben ik ook steeds meer aan het ontwikkelen nu en aan het doen. Want nu doe je hele mooie dingen met numerologie en dat is echt volledig online. Ja, dat is volledig online. Ja. Maak ik numerologierapporten en schrijf blogs over numerologie. En via Zoom hebben we dan contact. Hè? Dus het is eigenlijk ook weer... 10 jaar geleden was dat eigenlijk gewoon minder. Hè? Ja, nee, nu zie je het heel veel. Je hebt onder andere... Er staat hier een prachtige amethyst op tafel... toevallig wel mijn steen. Ik ben een nummer 7. Ja, jouw steen. Je hebt het voor mij helemaal een mooi blauwdruk geschreven. Echt prachtig. Sowieso, ik vind het heel bijzonder wat numerologie, wat je daaruit kan halen. Ja. Ik heb het idee dat je bijvoorbeeld veel meer met human design ziet dan bijvoorbeeld numerologie. Terwijl eigenlijk vind ik numerologie heel praktisch. Ja. Je ziet ook continu cijfers. Ja. Ja, het universum communiceert met ons via nummers eigenlijk. Hè? Ja. En je ziet wel bijvoorbeeld... op de klok dat je 11-11 ziet, of 12-12, of 4-4-4, of Of echt periodes dat je, ik zie bijvoorbeeld de laatste tijd heel veel 13-13. Ja. En dan denk ik, het is wel interessant. En je ziet als je erop gaat letten, zie je echt cijfers heel erg terugkomen. Ja, het zijn energiefrequenties, hè. En iedereen heeft met zijn geboortedatum en zijn naam zijn energiefrequenties. Zo kun je een hele blauwdruk van maken, net als een soort astrologie-rapport. Maar numerologie trekt me zo aan, omdat met nummers heeft iedereen wel een gevoel. Hè, nummer 1 heb je wel een gevoel mee, of met een nummer 4. Maar als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg van, jouw zon staat in het 8e huis, conjunct met de maan in het 4e huis, dan denk je, het zal allemaal wel. Maar je hebt er niet echt meteen een gevoel mee. Nee, dat is de horoscoop, hè, wat je nu... En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk en hartstikke goed, daar heb ik me ook enorm in verdiept, maar... Dit spreekt veel meer meteen aan en makkelijker aan. En mensen kunnen er ook veel meer mee werken en zo. Ja, sneller mee werken, sneller voelen. Ja. Weet je, wat ik wel fijn vind nu van deze tijd... is dat je natuurlijk veel makkelijker online kan werken. Dus dat het emigreren ook veel makkelijker wordt. Ja. En ook het contact met de kinderen natuurlijk veel makkelijker wordt. Ja, want voor jullie is het nog wel een stap om je kinderen eigenlijk in Nederland... achter te laten, zou je kunnen zeggen. Ja, zo voelde het eigenlijk niet. Nee. Maar
zij vonden het eigenlijk wel een beetje zo van, oh, jullie gaan wel heel snel weg, weet je wel. En wij moeten eerlijk zeggen dat we beter contact hebben. We hadden al een goed contact met de kinderen, maar voor ons gevoel dieper. Nu we hier zitten dan in Nederland. In Nederland kom je even zo aanwaaien, even een kopje thee en even de dingen van de dag. Maar nu komen ze zeg maar bijvoorbeeld 5 dagen of een week of zo. Ja, dan ga je ook met elkaar meer dingen doen, dus spelletjes doen en met elkaar eten koken en nog naar leuke plekken toe. En ja, krijg je veel diepere gesprekken. Ja. En dat vinden de kinderen zelf ook. Dus dat is, het contact is eigenlijk meer verdiept. En voor de kleine dingetjes, als mijn dochter doet dat wel vaak, van mam, wat was dat recept ook alweer? En dan even appen of even bellen. En dat is natuurlijk ook nu makkelijker. Je kan elkaar ook gewoon natuurlijk video bellen of... Ja, dus het contact is veel dieper en misschien wel meer kwaliteit als je bij elkaar bent. Ja, meer kwaliteit. En voor die kleine dingetjes, ja, dan kun je eigenlijk ook net zo goed... WhatsApp-video of wat dan ook. Hè. Dus nou, we hebben nu nog de kinderen, nog wij hebben daar een gevoel bij van... oh, we missen iets of... Hebben jullie ook kleinkinderen? Ja, Lides heeft kleinkinderen, 4 kleinkinderen... En daar kunnen we ook mee WhatsApp-video bellen en die komen ook hier. Ja. En als we willen kunnen we ook daar naartoe. Dus, Nou fijn, want ik denk dat we ook voor mensen best een obstakel kunnen zijn. Of dat je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt. Dat je eigenlijk beslist voor hun om weg uit Nederland te gaan. Ja. En dat zij zich moeten kunnen aarden. Of dat je inderdaad kinderen hebt in Nederland die daar dan blijven. Ja, maar goed, weet je, ik vind als je emigreert in Europa zelf... Je bent echt binnen 2-3 uur wel weer in Nederland. Ja. Kijk, als je naar Australië of Nieuw-Zeeland gaat, of naar Zuid-Amerika, is het natuurlijk een ander verhaal. Hè, dat is toch weer anders. Ja. Ja. En ook daar hebben wij ook over nagedacht, van bijvoorbeeld met Ierland, dat je bent altijd afhankelijk van een vliegtuig en een boot. En als je natuurlijk op het vasteland blijft, kun je altijd nog met een auto of een fiets of desnoods lopen. Maar je kan altijd... ergens naartoe. Ja. En dat is ook met een Grieks eiland. Je bent altijd weer afhankelijk. Dus dat was ook wel iets waar wij over nagedacht hadden. En jullie op zich, jullie hebben behoorlijk wat obstakels gehad. Wat zou je daarin kunnen adviseren? Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, je verlaat je moederland, waar je echt je roots hebt. Kom je in een ander land, kom behoorlijk wat op je bordje. Je hebt toch bepaalde verwachtingen waarom je hierheen gaat. Hoe zorg je ervoor dat die verwachtingen ook waar worden gemaakt? Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om je leven weer opnieuw op te bouwen. Nee. Maar ik denk zelfs al als je bijvoorbeeld van Friesland naar Limburg gaat verhuizen, dat al... Ja. Weet je, dat... Ja. Dat is ook wel een cultuurverschil, denk ik. Ja. En zelfs van het, bijvoorbeeld van het westen naar het oosten van het land of andersom, hè? Ja. En ik denk ook dat het heel erg aan je eigen instelling ligt. Van wat wil je ervan maken en hoe ga je het organiseren? En wat zijn je verwachtingen? Heb je hoge verwachtingen? Leg je je verwachtingen heel erg hoog? Dan kan het natuurlijk ook eerder tegenvallen. Ja. Of ga je er met een open mind of een open hart in? Ja, dat maakt ook nog wel uit, denk ik. Ja. Maar wat het allerbelangrijkste is met emigreren is de taal. Dat je de taal in ieder geval leert dat je gewoon kan communiceren. Zodat je kan uiten. Ja, dat je kan uiten, maar dat je kan redden. Dus dat je dingen kan organiseren, kan regelen. Met mensen kan communiceren. En op zich, communicatie is tussen mensen is voor 80% non-verbaal. Dat hou ik altijd maar voor me. En dan 20% is verbaal. Dus je kan ook heel veel non-verbaal communiceren. En weet je, als je van hart tot hart met mensen spreekt, ook al spreek je maar heel weinig de taal, toch komt daar communicatie uit, toch komen daar dingen uit. En dan kun je van leren. En dat hebben wij in het begin dus wel heel, heel veel gedaan. En ik denk dat dat een hele goede set is geweest. Want ik voel me nu echt heel erg thuis. Ik snap de Portugese cultuur, de Portugese denkwijze, het werken. Ik snap waarom mensen bepaalde reacties hebben. En ik vind het zelf ook heel leuk om over levens te vragen. Dus komen bijvoorbeeld mensen in de praktijk en dan vraag ik bepaalde dingen. En dan, dan krijg je de antwoord op. Dus je leert die cultuur ook kennen.
Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, was een vrouw, ik denk dat ze achterin de 60, 70 was. En ze had wel wat opgekropte stress en emoties. En toen vroeg ik aan haar, wat doe je eigenlijk met je emoties? Nou, dat is al best al wel een vraag die niet echt gesteld wordt in Portugal. Nee, want hoe zijn ze, ja, zijn nee, Portugezen dat, niet... Aan de ene kant zijn ze wel heel emotioneel, maar aan de andere kant, echte emoties worden niet echt geuit. Mm. En toen zei ze van, ik kan ik niet uiten, maar ik doe dat op het land als ik werk met mijn hondje en mijn kat. En dan ga ik daar met hun zitten huilen. Prachtig. En dat, ja, vond ik zo schattig eigenlijk. En ik denk, oh ja, ze doen het dus wel, maar dus op een hele andere manier. En waar ik ook aan moest wennen, wat ook echt Portugees is, is Portugezen hebben het lijden tot een kunst verheven. Zo zeg ik het altijd maar. Ja, echt. Je hoort het ook in de muziek, in de fado. Fado is een en al lijden. En zwaar en lijden en tristeza. Oh, ja. En de tegenstelling tot de Spanjaarden, dat is natuurlijk allemaal met testosteron en... Ja. Hè? Ja. En dus hebben het, ik zeg altijd, het lijden tot een kunst verheven. En ook in het begin, toen mensen hier kwamen, dan vroeg ik, hoe gaat het? Hoe heeft u pijn? Dan kreeg ik een verhaal en een theater, dat ik dacht, die moet ongeveer, moet ik een ambulance bellen en naar het ziekenhuis, want dit gaat echt niet goed. En dan, met onze ogen hebben ze hoofdpijn of een tenniselleboog of zo. Dat je echt denkt, dit is... En dan moest ik in het begin heel erg aan wennen. Dat zie je echt dat het in de cultuur is. Dat zit in de cultuur. Ja. Het lijden. En als je vraagt hoe gaat het? Oh, en dan is het, oh, weet je dat. En dan is het begin dacht ik, oh, met je Nederlandse instelling. Ja. Dat gaat wel heel erg verkeerd. Ja. Maar nu kan ik daarmee omgaan. En kan ik daar ook, daar wel een beetje... Relax mee omgaan. Ja, ik kan er ook nog wel een beetje de humor van inzien, weet je wel. Ja. Het is ook een manier van doen. Ja. En die staat ook loodrecht op het Nederlandse manier van doen. Want dat is eigenlijk van, een beetje hard zijn, weet je wel. Pijn ken je niet. En ik kom nog ook uit de generatie van, wil niet, is net gestorven, kan niet, ligt op kerkhof. En pijn kennen we niet en werken, weet je dat. Ja, ja, want ik denk dat de Nederlanders ook niet per se heel erg goed zijn in hun emoties te laten zien. Maar dan op een andere manier. Ja, maar die zeggen niet van, die zeggen alleen maar als je vraagt aan Nederland hoe gaat. Ja, het gaat goed, alles gaat goed. Ja. Kan heel veel, heel erg zijn, maar alles gaat goed. Ja, dus en hier is het dus andersom, hoe gaat het? Oh, en nou, en dan krijg je de hele lijst van de hele familie. De andere en kant van het spectrum. En het is ook het mooiste als het ergens een beetje in het midden uitkomt. Ja. Dus dat is wel, ik vond het wel heel interessant om dit soort dingen te ervaren en te zien en mee te werken. En, zijn er ook echt dingen dat je zegt, wauw, dit heeft me zoveel moois gebracht. Dat had ik nooit kunnen verwachten dat dit zeg maar het gevolg zou zijn van hier gaan wonen. Ja, dat is natuurlijk altijd wel. Maar ik denk wat ik nooit had verwacht is dat ik... veel meer in het moment kan leven. Veel meer in het nu kan leven. Me veel minder druk maken over dingen. En hoe komt dat, denk je? Ja, een stuk de energie van het land. En ook... door alle ervaringen die we hebben gehad... ook je hebt de dingen niet in de hand. Nee. En, maar ik heb ook nog wel Nederlandse trekjes. Want dan denk ik van... nou, ik wil dit en dit en dit deze week organiseren... en dit wil ik allemaal gaan doen... Ja. Maar er komt van alles en nog wat tussendoor. En dan weer dit en dan weer dat. Ja. En denk je ook door het rustiger levensritme... want dat is wat mij heel erg opvalt... dat op de een of andere manier lukt het me gewoon niet in Nederland... dat je bijvoorbeeld ook veel makkelijker kan inchecken in het moment... wat is mijn behoefte? Of in de middag kijk ik even of ik tijd heb... en dan kan ik afspreken. En als ik dan iemand app, dan heeft hij altijd tijd. Ja. Of altijd, maar vaak tijd in Nederland. Ik zal even de agenda pakken, ik kan over 2 weken. Ja. En dat zag ik ook bij mezelf, van... dan is die ruimte er niet. En dan voel je ook veel meer dat je vanuit het moment leeft... en veel meer vanuit het moment kan handelen... of iets kan doen of kan afspreken. Dat is denk ik een groot verschil. En ik zelf denk dat het komt door het levensritme ook. Het rustiger, minder vol zitten. Ja, en ook denk ik het ritme van de dag. Want bijvoorbeeld de lunch is natuurlijk het middelpunt van de dag. Hè? Tussen 12:30 en 14:30 of 15:00 zelfs... mensen werken niet, zijn niet bereikbaar en men gaat met elkaar eten. Ja. En dan wordt er natuurlijk ook wel
in die zin gewerkt, een soort van netwerken. En dan waarschijnlijk gebeuren daar de deals allemaal tijdens het eten. Maar het zijn vaste punten op een dag. En mensen komen ook niet bij elkaar over de vloer. Niet veel, Portugezen. We ontmoeten elkaar allemaal buiten in de pastelerias of in de koffietentjes, zal ik maar zeggen. Ja. En, dat zie je ook wel echt. Ik weet dat we hier op de... Ja. Toen we hierheen reden, wat ons gelijk opviel, was echt het samenkomen, een koffietje drinken en hup, weer weg. Ja. Het is gewoon echt staand aan de bar en de espresso. Ja. En fantastisch. Ja. Dus veel meer een buitenleven. Hè. Dus nu het weer zomer wordt, mensen gaan weer op straat. Het leven speelt zich meer op straat af. Ja. Dus je hoeft dan eigenlijk ook niet echt afspraken te maken of zo. Het gaat veel meer vanzelf. Ja. Het gaat veel meer... En ook omdat het kleinschaliger is. Hè. Zo'n dorp is natuurlijk kleinschaligheid. En kleinschaligheid is ook wel een beetje mijn religie, zal ik bijna zeggen. Want ik zie zelf in kleinschaligheid hoe makkelijker alles gaat lopen. En ook men zorgt voor elkaar. Er zal nooit één iemand hier een uur dood liggen in een huis. Want dat kan hier niet. Dat is, weet je... Nee, en met kleinschaligheid bedoel je ook een soort van community. Dat je gewoon iedereen kent elkaar. Ja. En iedereen zorgt ook wel voor elkaar. Ja. Natuurlijk zijn er ook fetes, dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En families die elkaar niet kunnen zien of luchten. Maar op het moment dat er echt wat moet gebeuren, zoals met de brand van 2017, dat hier die wildfires waren, dan is het dorp één front. Iedereen helpt elkaar. Iedereen, alles wordt in stelling gebracht, weet je. Dus dan is het de familievetes, die zijn dan even gestopt en die gaan dan een week later wel weer verder, maar dat maakt niet uit. Ja. Weet je, du moment staat iedereen voor elkaar en er zal nooit een kind alleen ergens lopen of wat. Weet je, er is altijd zorg. Er is altijd... Wat is daarvoor nodig, denk je, om dat zo met elkaar te creëren? Want bijvoorbeeld in Nederland is het best wel individualistisch. Ja. Zouden we dat daar ook zo kunnen creëren? Misschien wel, ik weet het niet. Maar hier gaat het vanzelf, want je bent op elkaar aangewezen. Ja. Want het leven is hier natuurlijk toch ook wel wat harder. Ja. Het is hier en warmer en kouder. En branden eventueel. Ja. En iedereen is hier zuinig. Iedereen is hier bewust van de natuur. Iedereen zorgt voor zijn landje en voor water. En iedereen heeft respect voor elkaars sinaasappelbomen en aardappels. Nooit zal een ander aan een andere sinaasappelboom komen of wat ook. Ja. Dus dat is van, dat zit erin. En je zorgt voor het land en voor elkaar. En en aan de andere kant is natuurlijk ook niet zo heel veel te doen. Heel veel andere dingen te doen. Dus mensen houden elkaar ook in de gaten. En daar gaat de tijd natuurlijk ook naartoe. Ja. Hè? Naar het zorgen voor het land. Voor elkaar. Ja. Dat is een hele andere tijd. Ja. Invulling. Ja, absoluut. Want het zelfvoorzienend wonen, wat heel veel mensen ook als ideaal hebben, is ook ideaal aan één kant, maar het kost wel heel veel tijd. Ik werk echt heel hard. Ik sta morgens om 6 uur op en dan... dan moet je toch het land, moet water hebben, moet planten. Het is ook heel veel werk. Wordt er denk je wel eens te idealistisch gekeken naar een stuk land en hoe dat absoluut, is? Absoluut. Heel veel mensen denken ook, ik ga op een stukje land wonen. Ik plant mijn eigen groenten en klaar ben ik. Ja. Nou, dat is gewoon niet zo. Dat vereist best wel wat kennis, kunde en doorzettingsvermogen en gewoon werk. En hoe combineer jij dat dan met je werkzaamheden? Want... Ja, hard werken. Ja. Echt hard werken. Ja. En dat kunnen ze hier ook, hè? Goed. Ja, dat kunnen ze hier goed. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook geen tv. Ik kijk nooit tv. Nee. Hè, in die tijd verzorg ik mijn land. Nee, wat dat betreft is het niet lekker de zon en we gaan lekker met een stoeltje buiten zitten. Nee, en de aardappelen gaan vanzelf en de kolen gaan vanzelf. Nee, en de sinaasappels gaan vanzelf. Nee, dat is niet zo. Heel goed is om te weten, want kijk, ook wij hebben natuurlijk echt de wens om een stuk land. En dit is wel een stuk dat ik denk, ben ik daar wel realistisch met mijn gedachten? Ja. Ik zou ook wel heel graag hulp daarin willen. Ja. Iemand die echt goede kennis heeft van de moestuinplanten laten groeien. Het land moet ook onderhouden worden. Ja. En dat is ook wat jij al eerder zei, van dat is ook best wel moeilijk om mensen te vinden.
Ja. Dus ik denk dat het ook wel echt een uitdaging is van hoe ga je dat aanpakken. Ja, ja en ik zou iedereen aanraden, want het is heel want er zijn ontzettend veel Nederlanders die komen en denken, oh, ik kan 13 hectare kopen. Of zelfs iemand die heeft 50 hectare. Oh, wauw, weet je, de droom van een Nederlander om veel grond te hebben. Wat ik ook wel snap, dat heb ik ook gehad. Maar meer dan een hectare moet je gewoon ook echt niet willen. Je moet het niet eens willen. Je moet het niet willen. Ik zie het mensen om me heen die dan 13 hectare hebben. Oh, wat je dat er allemaal moet bijhouden. En vreselijk. Meer dan een hectare is. Misschien een half hectare is ook al meer dan genoeg. Ja. En misschien is het wel. Kijk, jullie hebben een hectare, toch? We hebben een hectare land. Ja. Jullie liggen ook heel. Ja, ik wil bijna zeggen strategisch, maar gewoon heel prachtig. Dus. Ja. Je hoeft niet zoveel land te hebben om het gevoel te hebben dat je echt nou wel in 10 hectare woont. Ja, ja, en dat is natuurlijk echt geweldig. Ja, ja. Ja, want je loopt zo buiten de natuur in. En, dus je woont midden in die natuur. Dus je hebt het ook niet nodig, dus inderdaad. Nee. Ik denk dat het vooral het gevoel geeft, wat voor mij ook het gevoel geeft, ja, op de een of andere manier visualiseer ik continu weer dat ik trek op mijn blote voeten over mijn eigen stuk land. Dus dat je gewoon die ruimte hebt, dat je gewoon je eigen eten kan. Ja. Verbouwen. Ja. Dat is toch wel de ruimte om je heen. Ja. Het gevoel dat je direct in contact staat met de natuur. Ja. Ja. Maar dan hoef je natuurlijk eigenlijk helemaal geen 5 of 10 hectare. Nee, absoluut niet. Nee. Mochten mensen dat willen, dan raad ik dat echt af. Ja. Of ga eerst eens even goed kijken, want dat is echt meer last dan lust. Ja. En jij hebt natuurlijk nu allebei de ervaring, maar jij gaf ook ons het advies om ook echt te gaan kijken voor een bestaande woning. Hè? In plaats van, want jullie hebben natuurlijk eerst een bestaande woning gekocht. Ja. Toen is die helaas afgebrand. Ja. Toen een huis eigenlijk laten bouwen. Ja. Maar dat proces vind je echt een stuk lastiger dan een bestaande woning kopen. Ja. Ja, om een terrein te kopen en in Portugal en dan daar een vergunning voor te krijgen. En ook al is die er, maar om aannemers te krijgen en het hele bouwproces te doen. Nou, dat is echt een hele kluif. En zeker als je de taal niet machtig bent. Ik zie dat zoveel misgaan. Je kan beter een huis kopen en dat bij wijze van spreken verbouwen in de loop van de tijd. En ik zeg altijd, de plek is belangrijker nog dan het huis. Want het huis, daar kun je altijd nog wel je eigen schwung aan geven. Ja. En als je de plek maar gewoon goed is en veilig is, dat je goed weg kan komen, dat je goed kan bereiken, dat je water hebt, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Watervoorziening is een van de belangrijkste dingen. En het zelfvoorzienend leven, dat heb ik ook gedaan. Ik ben veel kleiner begonnen dan dat ik nu de kampo heb of de tuin. Je kan natuurlijk eerst met wat kropjes sla en wat bietjes beginnen. En ik heb voor dit jaar voor het eerst wat aardappelen om uit te proberen. Je kan dus steeds meer gaan proberen en uitproberen wat je doet op jouw land en wat je leuk vindt. En dat is wel een goeie. Je hoeft natuurlijk niet gelijk. Je hoeft niet gelijk een mega tuin te hebben met van alles en nog wat. Hè. Je kan klein beginnen. En het voordeel hier, vind ik, is dat al die dorpjes hebben wel markten. Waar ontzettend veel vanuit die tuintjes van al die oude vrouwen hier zitten ze hier op de markt in Taba op een kleedje, verkopen ze hun bietjes en hun eitjes. En ja, dat kun je natuurlijk ook gewoon kopen. Hè? Dus, aardappelen hebben we altijd gekocht van boeren. Koop je zo'n zak aardappelen, weet je, dan denk je, ah, dan hoef ik dat zelf niet te doen. Ja. Ik wil dat nu dit jaar even uitproberen. Maar, hè, dus je kan ook dingen uitproberen en ik had van het begin veel te veel tomaten geplant. Hoe moet ik met al die tomaten, weet je wel? Ja. Ja. Dus je moet het ook leren. Ja. En fouten maken. En, en zien wat je er ook allemaal doet en hoe je het weer verwerkt en zo. Het is eigenlijk bijna gewoon een bedrijf, hè? Bedrijf opzetten en doen. En, En fouten durven maken. En op inhaken van oké, dat doe ik volgend jaar anders. Of dat doe ik zus, of dat doe ik zo. Ja. Ja. Ja, of het is eigenlijk een project, misschien is het beter. Ja. Ja, of een proces zelfs eigenlijk bijna. Ja. Dus dat is wel wel heel leuk. En er wordt ook wel veel geruild. Hè? De een heeft te veel bonen en de ander heeft te veel tomaten. En wordt op die manier geruild. Dus dat is wel leuk. En wat ik een sport vind, is om de footprint heel klein te houden. Dus probeer om echt alles lokaal, zoveel mogelijk lokaal en zoveel mogelijk dichtbij te krijgen. Filosofie altijd al gehad, van hoe je omgaat met de natuur, omgaat met eten. Ja, proberen om, toen wij in Apeldoorn woonden,
om, zoals in Zutphen en Twello had je van die biologische boerderijen, weet je wel, om daar dingen te halen. En ja, dat hebben we eigenlijk altijd wel gedaan. Maar nu probeer ik ook de footprint zo laag mogelijk te houden. We gaan bijvoorbeeld ook geen Franse wijn drinken als je Portugese wijn hebt, weet je dat? Nee. En de honing halen we hier van de boeren die hier hun honing hebben. En dus er wordt heel veel lokaal ook verkocht en gedaan. En de thee, wat je mooi aangaf. En de thee, ja. We zijn net naar de Azoren geweest. Ja. Azoren is van Portugal. En Azoren heeft een hele grote theeplantage. Is de enige theeplantage in heel Europa. En daar dronk ik eigenlijk al 10 jaar wel de thee van. En dat is zo fantastisch als je dan op zo'n theeplantage kan ervaren hoe dat eruit ziet en hoe dat er ligt. En wat voor visie ze er ook achter hebben. En het wordt helemaal biologisch verbouwd door een familiebedrijf. En nog met de machines van eind 1800. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dus die thee drink ik natuurlijk alleen maar. Wat heerlijk. Ik voel ook gewoon de liefde voor het land. De liefde voor Portugal. En we gaan ook heel vaak in Portugal op vakantie, toch? Nog niet eens heel vaak. Nee, want we hadden zoiets van Portugal, zo'n mooi land. Ja. Ja, waarom zouden we op vakantie gaan naar Griekenland of naar weet ik veel wat? Terwijl je Portugal niet kent. Dus we kennen nu al best wel redelijk veel van Portugal, maar ook nog hele stukken niet. Nee. Dus ja, we willen echt Portugal ontdekken. En ook natuurlijk nog de eilanden, hè? Want Madeira is nog van Portugal, Cape Verde. Natuurlijk Mozambique, Angola is ook van Portugal. Maar goed, het is alweer een heel ander continent. Maar we willen eerst, en dan willen we ook nog Noord-Spanje en Spanje leren kennen. Dus de hele Iberische Schiereiland, voordat we eigenlijk weer naar wat anders willen. Ja, ja. Ja, dus om het gevoel te krijgen met heel Portugal. Ja, en Portugal is een prachtig land. Het heeft zo'n geschiedenis, zo'n cultuur, zo'n natuur, dat je hoeft je hier volgens mij nooit te vervelen. Nee, ik zie zelf al een enorm verschil tussen de Algarve en als je nu hier bent. Ja. Heb je veel meer bergen, echt het rivierenlandschap, stenen. Ja. Waar we net gisteren waren, een soort zand of een rivierstrandje. Daar liggen gewoon de kristallen. De kristallen liggen gewoon op de grond. Ja, ja, prachtig. Ja. Ja. Hoewel ik ook echt kan genieten van de mooie kustlijn van de Algarve. Ja. Is ook prachtig. Het is zo rijk. Ja. Het is ook prachtig. En de afwisseling is mooi. Dus als je eenmaal in Portugal woont, hoef je eigenlijk ook niet meer naar een ander land op vakantie eigenlijk. Nee. Het is heel divers qua natuur, heel divers qua cultuur. Ja. Dus, zijn er nog dingen die we niet hebben gezegd die je nog heel graag wil meegeven van jouw proces of hoe je nu hier leeft, wat je graag wil meegeven aan mensen die ook eventueel overwegen om te gaan emigreren? Ja, echt van voel wat je wil. Dus meer niet vanuit je hoofd redeneren, maar echt vanuit je hart van wat wil je echt? En dan kom ik even terug op het wensenlijstje waar we mee begonnen waren. Dat heb ik toen echt, of wij, vanuit ons hart gemaakt. En toen het eenmaal ging lopen, alles liep ook bij ons. Het liep ook gewoon allemaal en het klopte ook allemaal. En dat hebben we wel eens vaak in het begin gezegd van wow, alles komt naar ons toe, alles loopt goed, alles gaat goed. Tot de branden, hè? Dus de brand van half Portugal afgebrand was. Maar ook daarna loopt het weer. Weet je, ik denk als je dicht bij jezelf blijft en echt voelt wat je wil en dat kunt neerzetten en ook niet naar het perfecte streven. Nee. Maar dat is wel denk ik een uitdaging om, ik denk dat heel veel mensen zo'n stap zetten om juist dicht bij hunzelf te kunnen blijven of juist meer te kunnen blijven, omdat dan de leefomgeving veel meer past bij waar ze in willen leven. Maar het is natuurlijk ook wel een uitdaging van hoe zorg je juist dat je niet van jezelf verwijderd raakt door zo'n stap, door alles wat je meemaakt. Omdat je toch zo misschien wel een beetje lost voelt. Ja. Omdat je Nederland verlaat. Ja. Dat is denk ik ook wel een kunst. Ja, ik weet niet, het is een beetje moeilijk om het aan mij te vragen, want ik heb nooit zo'n binding met Nederland gehad. Ja. Ik vond Nederland een moeilijk land om in te wonen. Nooit dat ik dacht, dat is mijn land. Als ik op vakantie ging en ik ging weer terug naar Nederland, vond ik eigenlijk best wel erg. Dus voor mij was het niet zo heel moeilijk. Maar mensen die meer binding hebben met Nederland, voelen of dit voor je voelt. Hè? Je kunt natuurlijk ook altijd eerst
misschien vakantie en dan voelen. Hè? Ja. Vakantie is natuurlijk anders dan wonen. Ja. Of misschien een tijd, langere tijd, wat huren. En wellicht echt goed beseffen welke uitdagingen gewoon je echt op je pad krijgt qua wonen, qua de cultuur, de taal. Het wordt niet per se makkelijk, zeg maar. Je moet wel echt stevig in je schoenen staan om met die veranderingen om te gaan. Ja, maar ik vind aan de andere kant dat je ook soms wel mensen stevig in de schoenen moet staan als ze in Nederland wonen. Ja. Want alles wordt natuurlijk veel drukker, ja. en druk op, ja, die markt allemaal. En dat zie ik ook aan onze kinderen die moeite hebben om een huis te vinden. En dan ook te settelen vanuit hun... De een heeft gestudeerd in Utrecht, de ander in Groningen, om ze dan weer te settelen. De een zit dan nu in de Betuwe en de ander in Rotterdam. Weet je, ik zie die struggle zie ik ook. Ja. Ik weet niet of het zo'n verschil uitmaakt. Ja. Wat verschil uitmaakt is natuurlijk de taal. Die spreek je en de gewoonte, die snap je. Ja. Dat moet je dan wel leren. Maar het is ook wel een uitdaging, zie ik ook wel voor mensen, ook wel bij vriendinnen van mij. Dat... Ja, om je leefwijze in Nederland op te bouwen, als je bijvoorbeeld een tuin wil of meer in het groen wil wonen, is ook best een uitdaging. Ja. Ja. Het enige voordeel is dan de taal, wat ik zei, en de gewoonte. Ja. Ja. Ja, het is echt durven uit je gebaande paden te breken en, ja, durven ergens anders te, ja, wonen wat niet vertrouwd is vanaf het begin. Maar ja. Ja. Ik moet zelf ook zeggen, hoor, wij reden hier de grens over. Portugal en daarna, of Spanje en daarna Portugal. En we dachten echt, oh, dit is gewoon thuiskomen. En ja, niet voor niets dat we na 2 weken al bedachten, we willen hier blijven. Ik heb het ook niet zo ervaren, hoor, van wat heftig. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel voor mensen veel losmaakt. Het is wel een heel proces. Ja. Dus het kan je wel wat laten wankelen of wiebelen. Ja. Of, ja. Ja. Ja, ja, het is toch dat wel... is wel zo. Want je ziet ook bijvoorbeeld wel mensen die bijvoorbeeld denken van... die een moeilijke relatie samen hebben. Dat zie je hier nog wel veel. Denken, als we gaan emigreren, dan gaat onze relatie wel, ja, goed. En dat zie je juist dat fout gaat. Ja, maar dat is eigenlijk met alles. Als je denkt van, oh, als dan, ja, als we eenmaal zijn verhuisd, ook al is het in Nederland. Of, ja, als we eenmaal... of we met een andere baan hebben, of weet hebben ik veel kinderen, wat. Of, ja, of we hebben kinderen, dan gaat de relatie wel goed. Maar dat zie je hier nog wel. En dan zie je dat we uit elkaar spatten. En ook, ja, helemaal met zo'n brand. Of je komt echt dicht bij elkaar, of je spat uit elkaar. Ja, het is echt, ja. Ja, maar dat kan in Nederland natuurlijk ook, ja, hè. Dat kan, ja. Ja, en dat is dus ook wat je zei van goed voelen. Goed voelen wat je, ja, wil en wat goed, ja, voelt. Ja. Ja, ik denk de belangrijkste ingrediënten zijn om te emigreren. Goed voelen wat je wil en voelen wat je voelt. Hè? Dus niet alleen vanuit je hoofd redeneren, maar ook voelen. En de taal en je aanpassen in de zin van het ritme van het land. Want ik zie ook mensen bijvoorbeeld uit Nederland komen en die zeggen... ja, ik wil tussenmiddag wil ik gewoon alleen maar een broodje eten. Nou, dat kun je hier wel vergeten, gewoon in, ja, zeker midden-Portugal. Ja. Iedereen eet warm, je kan alleen maar warm eten hier tussenmiddag. Ja. Een broodje of een soepje kun je hier niet halen. Nee. Ja, en dan kun je kwaad over worden. Ja, ja, weet je, dat bedoel ik met aanpassen. Ja, of accepteren. Ja, ja, en je kan ook niet om 5 uur of 5:30 een warme maaltijd krijgen hier. Dat is ook pas vanaf 8 uur eigenlijk bijna, weet je wel. Ja. Ja. Ja, zo is het gewoon. En dan kun je beter in het ritme meegaan. En dan... het was ook grappig. Toen ik hier met mijn acupunctuurpraktijk begon... had ik ook nog wel eerst Nederlandse tijden. Van werken van 9 tot 12 of 12:30, weet je wel. Nou, dat kon ik hier ook wel meteen vergeten. Want er kwam geen vrouw na 10 uur. Want dan moet het almozo, de lunch, moet klaargemaakt worden. Ja. Dus die kreeg ik nooit. En voor 3 ook niemand. Want ja, tussen 12:30 en 3 wordt gewoon niet gewerkt, weet je wel. Ja. En dan wel weer bijvoorbeeld om 6, 7 uur. En dan is eigenlijk de grootste werktijd hier. Daar moest ik beginnen ook wel aan wennen. Ja. Maar daar ben ik nu helemaal aan gewend. Ik zit helemaal in het ritme. Dus ik vind het nu ook heel prettig. Het ritme is er natuurlijk niet voor niks. Want het past natuurlijk bij het land en bij de temperaturen, ja, ook. Hè? Ja. Want op heets van de dag te gaan werken, dat schiet ook niet op hier. Nee. Dus. Nou, mooi. Ja. Mooi hoe jullie Portugal hebben ontarmd. En hier zo één zijn geworden met de mensen hier. Ja. Mag ik jou ontzettend bedanken voor dit fijne gesprek.
Ja, en mag ik jou ontzettend bedanken, want ik vind het zo heerlijk om erover te praten. Ik kan nog veel langer en nog veel vaker en nog veel langer over praten. Dat is ook echt te horen. Ja. De passie ook over het land en over dit is echt, is echt heerlijk. Mochten mensen meer van jou willen horen, kunnen ze sowieso jouw podcast luisteren. Je hebt er twee, over meditatie en over energiewerk onder andere. Ja, Power Up Your Energy podcast op Spotify en Apple podcast. Ja. Voor numerologie kunnen ze jouw website denk ik bezoeken. Ook je bent ook te volgen op Instagram. Ik zal alle linkjes ook in de beschrijving van de podcast zetten. Tot de volgende podcast. Maaike, dankjewel.